Cambuur TV wordt mede mogelijk gemaakt door De Haan Westerhof, uw partner in zonwering. Kelvin McIntosh, jong PSV, komt op visite. En daar heb jij goede herinneringen aan volgens mij, hè? Ja, ik denk dat je doet op de goal die ik daar maakte, eerder dit seizoen. Maar ja, dat is lang terug. En nu denk ik dat het een hele andere wedstrijd zal worden. Ja. Toch heb je het liefst denk ik ook niet dat het meer op zo'n doelpunt aan moet komen, of wel? Ja, het liefst niet. Je hoopt natuurlijk het eerder te beslissen of weet je, dat het wat makkelijker gaat. Maar ja, als het weer zo moet en je wint hem weer, dan zou ik ervoor tekenen. Afgelopen week stond je ook weer in het elftal van de week. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, ik denk dat wel meerdere spelers van ons afgelopen weekend daarin konden staan. Ja, het is mooi dat ik het nu ben, maar ja, de focus is nu weer op morgen. Ja, je hebt nu ook weer een aantal wedstrijden achter elkaar gewonnen. Merk je dat je ook weer in zo'n flow komt, net zoals voor de winterstop eigenlijk? Ik ga je heel eerlijk zeggen dat we ja, nooit echt uit die flow zijn geweest. We hebben wel een aantal keren verloren. Maar ja, ook na de winterstop verlies je van Volendam in Os. Maar ik heb nooit echt het gevoel gehad dat, dat we niet meer in de winnende mood waren. En ja, uiteindelijk werden de resultaten beter. En dan ja, zou je zien dat iedereen weer over die flow begint te praten. Maar ik denk van ons uit is dat niet, zijn we er nooit uit geweest. Nee, toch heb je denk ik wel met veel belangstelling ook naar de wedstrijd van afgelopen maandag gekeken. Ja, zeker weten. Maar ja, je moet het altijd zelf doen. Dus wat ik zeg, als we morgen winnen, dan kunnen we weer kijken wat de rest doet. Nog 11 finales, Kelvin. Ja, zeker weten. En ja, iedere wedstrijd is nu belangrijk. Ja, je merkt ook wel dat de spanning erop komt. Ja, omdat het dichterbij komt. Dus dat is alleen maar leuk.